Dit is geweldige muziek van Mega Man en daar ben ik echt een fan van. Er zijn zoveel remakes van gemaakt. Het is Mega Man en is Mega Flan. Ja, dat is Brent de Vos. Ik ben er weer! Zelda Play 20 met een nieuwe aflevering van Let's Play Mega Man 2. We zijn in Dr. Wily's... ja, kasteel, soort van. Of we zijn onderweg naar Dr. Wily's kasteel. Want we zijn nog buiten, dus we zijn nog niet echt binnen in zijn kasteel. Vanaf dit punt, wees zuinig met je wapenenergie. Vanaf dit punt namelijk, alle wapenenergie die je gebruikt, wordt niet hersteld in het volgende level. Dus wees echt heel zuinig met je wapenenergie, gebruik het alleen wanneer dat het nodig is. Je komt natuurlijk wel wapenhervullingen tegen, weet je wel, van vijanden of ze liggen ergens. Daar hoef je je geen zorgen over te maken, maar... je wapenenergie wordt niet gevuld, zeg maar, op het moment dat je dus zeg maar één level hebt gehaald. Dus hou er wel even rekening mee, dus. Nou, zoals we hier zien, dit is dan hier gaan we naar de zijkant van zo'n kasteel. En nou, we zien daar een leven die wij mooi gaan skippen. Oh, deze muziek vind ik echt, dat is één van mijn favoriete Mega Man muziek, dit hoor. Dus, waarom heet die? Ja. Kijk, hier hebben we dus van die kleine... Sorry. Daar hebben we dus van die kleine beestjes, zeg maar, zonder die grote poten van ze. Nou, die kun je dus heel makkelijk kapot schieten. Even eentje vullen. Het ligt er niet voor niks, zullen we maar zeggen. Nou, en die stages van Mega Man, die zijn niet echt super lang, weet je wel, deze. Die vallen eigenlijk wel mee. Je kunt ze vergelijken met een ja, robot level eigenlijk, dus. En natuurlijk heeft iedere level zijn eigen baas weer. Dan moeten ze natuurlijk wel verzinnen van hoe maken we nou... ja, er moet wel natuurlijk weer iets unieks tevoorschijn komen. Dus, maar daar hebben ze echt heel erg goed over nagedacht. Want zoals je ziet, we lopen hier dus zeg maar nog steeds aan de zijkant buiten van zijn kasteel. En we moeten dus een ingang zien te vinden van het kasteel van Wily. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje mooi gemaakt dat je dan... je eigen fantasie. Ik weet nog goed, als vijfjarige, toen snapte ik er helemaal niks van, weet je wel. Toen dacht ik gewoon bij mij van waarvoor die lijntjes, waar slaat dit op? Van, is dit soms van... verbind puntje 1 met 2 en met 3 en met 4 en dan krijg je dan een vormpje of zo, weet je wel. Dat was dus niet het geval. Het bleek dus echt van, je loopt van buiten, loop je naar binnen toe. Nou, en hier zie je dus een kleine opening. En hier loop je dan dus het kasteel binnen. En ja, dat vind ik dan wel mooi verzonnen, weet je wel. Dat vind ik dan weer iets van, daar is over nagedacht. En dat was dus toen die tijd ook al met, ja, gewoon 8-bit spellen. Dus in ieder geval... ik moet zeggen dat dit nogal beangstigend was toen ik een klein kind was. Ik schrok hier nogal van, want ja, die plateaus die gaan in één keer uit zich eigen bewegen. Als een sidescroller. En dan krijg je in één keer zo'n gigantische draak achter je aan. En dat is dan zeg maar de baas van deze stage. Nou, nadeel van deze baas is, als jij geraakt wordt, dan kun je dus zeg maar in één keer van je plateau afvallen. En dan overleef je het niet, dan kun je het niet navertellen. Nou, mag ik jou even afmaken? Ik ben een beetje weer te stil, sorry. Hele makkelijke baas hoor. Gewoon zorgen zeg maar, dat je hem in zijn hoofd raakt. En hij heeft geen recovery time. Dus als jij hem raakt, kun je hem gelijk nog een keer raken. Hoef je niet te wachten ofzo. Zoals de robotmeesters dat wel hadden. Dus. Maar goed, we warpen dus hier weg. Waarom warmt hij niet gelijk naar Dr. Wily? Ja, zal wel een force protector zijn ofzo. Weet ik veel. Moet toch iets verzinnen? Maar goed, nou zitten we dus in het kasteel en dan gaan we dus dieper het kasteel in en gaan wij naar level 2 met weer geweldige muziek. Dit muziekje is geweldig. Oké, sorry, daar kom ik echt nog geen meter. Oh, wacht even. Even bijvullen. Ja, dat is hier belangrijk hoor, want zoals je ziet, het wordt niet gevuld. Hè? Dit wordt echt gezien als één level, als één geheel. En dat vond ik eigenlijk wel goed bedacht. Is, hebben ze bij Mega Man X hebben ze dat toen weggehaald. Ik weet niet of dat bij Mega Man X 2 is, want die heb ik nooit gespeeld. Dus, maar goed, in ieder geval, hier ben je dus verplicht om item 2 te gebruiken. Omdat, ja, hier heb je dus instant death hier aan de onderkant zitten. En nou is het heel erg slim om niet de eerste ladder te pakken, maar de tweede. Want dan krijg je dus een E-tank. Nou, zoals je ziet, ja, wij hebben niks meer aan E-tanks. Want, ja, wij hebben 4 E-tanks hier. Dus, maar ja, je krijgt ook nog eens een keer een gratis leven. En je hebt dus de kans om even wapen 2 een beetje bij te vullen. Door heel veel van die kleine dingetjes neer te zetten. Nou, en heel veel die klaagden daarover van zet dan gelijk zo'n groot ding neer. Maar anderen die vonden dat dan weer een handig idee, weet je wel. Om ervoor te zorgen dat je... Hoe heet dat? Ja, hoe zeg je dat nou, hè? Nee, maar anderen die vonden het handig dat je dan zeg maar verschillende wapens zou kunnen vullen. Nou, mocht je een leven nodig hebben, kun je hier crashbommen voor gebruiken. Precies hetzelfde voor hier. Maar... zorg er wel voor dat je je crashbommen weer aanvult, want die heb je helemaal vol nodig. Daar kom ik dadelijk ook nog op, dus daar hoef je geen zorgen over te maken.
In ieder geval, ik heb nog één wapen niet laten zien en dat is de Quick Boomerang. Quick Boomerang is een soort van rapid fire wapen. Je kunt hem gewoon ingedrukt houden en dan blijft hij boomerangetjes schieten. En ja, echt krachtig is het wapen niet, maar het is wel handig bij de Dr. Wily bazen eigenlijk. Dus hier een beetje doorheen kachelen. Dus ja, dit gaat langzaam hoor. Ik geef het heel even toe. Dit is een van die stukjes waarvan je denkt van nou verdorie, zie je nou eens op. Nou, kom je dat ding tegen, dan ben je erbij en dan moet je item 3 gebruiken. Want item 3, ja, het enigste waarvoor je dat je hem kan gebruiken is dat hij tegen muren aan kan geschoten worden. Dus dit is eigenlijk best wel een gemeen plekje hier. Dus daarvoor wil je echt wel 3 hiervoor gebruiken. Maar ja, als je dan ziet hoeveel wapenenergie dat stukje al gebruikt, ja, dan denk je bij je eigen van, waarom? Maar ja, daar hebben ze weer iets op gevonden in de volgende Mega Man. Nou, hier moet je echt tussen gaan staan, want die beesten, zoals, of ja, die dingen zoals ik al zei, die geven heel veel schade af. Dus, wees er voorzichtig mee. En dan moet ik deze geweldige muziek gaan missen, want nou gaan we naar de baas. Die zit al hier. Dus, in ieder geval, Metal Blade. Tijdje alweer niet gezien. Deze baas is zwak tegen de Metal Blade, omdat je die namelijk in 8 verschillende dingen kan gooien. Dit is een soort remake van de Yellow Devil van Mega Man 1. Weet je wel waar ik de glitch nodig had? Dat beest met al die blokjes. Dit is ongeveer zeg maar zijn tweelingbroer. Alleen dan in een kamer waar dat je zit. Nou, die blokjes waar, zeg maar, die er nou uit zijn gehaald, daar kun je gewoon opstaan. Daar hoef je dus geen zorgen over te maken. Daar hoef je niet overheen te springen. En de 2 blokjes in het midden, dat zijn de veiligste blokjes, omdat daar dus zeg maar die beesten niet komen. En als je geraakt wordt door die beesten, dat doet pijn. En natuurlijk gaan deze ook steeds sneller. Dus, nou, nog eentje. Oh, heerlijk geluid. Dat vind ik een van mijn favoriete geluiden, weet je wel. Ik kan niks aan doen. Swing, kom maar, swing. Dank je. Nou, 2 levels al gedaan en we zitten pas op de 7 minuten, dus ik denk dat ik er nog wel een 3e level tegenaan kan gooien. En jammer genoeg is het 3e level met minder leuke muziek, dus dat geef ik heel eerlijk toe. Nou, hier komen we dus bij deze muziek, of ja, bij deze muziek. Nou, hier komen we dus dan bij level 3 uit van Wily Stage. Nou, heb je een E-Tank nodig? Hier moet je 2 keer een crashbom voor gebruiken. Dus en zoals ik al zei, crashbom wapenenergie is dadelijk heel erg belangrijk. Nou, als je wapens wil vullen, spring dan gelijk eventjes naar de linkerkant. Helemaal hier naartoe. Daar zit namelijk een wapenhervulling. En moet er nog iets gevuld worden? Ja, die wapens vind ik niet zo boeiend. Nee, ik hou het gewoon van hem. Zo. En natuurlijk, mocht je ook al is het maar 1 streepje wapenenergie, één streepje wapenenergie missen van Crash Bomber, oftewel de C, doe me een lol en vul die. Anders heb je een groot probleem, groot vis. Zo, die kwam even uit het niks. En trouwens, waarom zitten die spikeballs hier, weet je wel? Ik bedoel, als je daar toch naar beneden valt, dan val je toch sowieso naar je graf toe. Nou, sorry hoor. In ieder geval hier, dit is een van de moeilijkste plekjes van Wily's Castle. Omdat zoals je ziet zijn er dus overal van die spikeballs. Nou, dan raak je zo'n spikebal dan bye bye Mega Man. En hier moet je dus tijdens het vallen, moet je dus je eigen manoeuvreren om niet op die spikes te vallen. Dus een van de moeilijkste stukjes van Mega Man. Ik heb daar heel vaak, weet je wel, gehad dat ik echt zoiets dacht van, oh jee, dit ga ik nooit redden. En ik heb hier heel veel levens toen ik nog klein was mee verbrast. Dus echt een stukje waarvan ik zeg van, pas erop. Nou. Wil jij mij niet raken? Daar heb ik geen toestemming voor gegeven. En jij al helemaal niet. Oké, nou, we zijn al bij de... Dat was kort. Nou, oké, prima. Quick Boomerang. Dit vind ik wel lachen eigenlijk, want dit is eigenlijk weer een terugblik van Mega Man 1. Dit is namelijk de Gutsman dozer. Dit moet Gutsman voorstellen van Mega Man 1. Die, ja, Dr. Wily heeft hem zeg maar weer omgebouwd. Weet je wel, opgebouwd, omdat ja, je hebt hem verslagen. En dan heeft hij hem omgebouwd in een, ja, in een Gutsman tank. En dat vond ik eigenlijk wel grappig. Maar ja, met Quick Boomerang heb je hem zo verslagen. Je moet gewoon op de tank springen, bij zijn vuist uit de buurt blijven en zijn kop raken. Dat wou ik eigenlijk tijdens het gevecht uitleggen, maar ja, ik ben een beetje weer te snel geweest. Dus, sorry. Map.
Nou, 5 minuten. Ik ga het gewoon opwarmen. Ja, die hoeft niet gevuld te worden. Weet je wel, ik vul wel even 3, niet dat ik het nodig heb, maar... Deze stage moet ook te doen zijn in 5 minuten. Heel makkelijk. Dit is trouwens de stage waar je Quickman's wapen, dat je die echt vol wil houden. Die moet je, ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen, jongens. Dit moet je echt vol houden, Quickman's wapen. Niet Quickman's wapen. Oh man, oh. Ik weet echt zelf niet meer wat ik zeg. Nee, Crashman's wapen, dank je. Crashman's wapen wil je echt volhouden in dit level. In ieder geval, je hebt hier van die hologramblokken. Dat zijn blokken die er dus niet echt zijn. De manier om erachter te komen welke blokken nep zijn, dat zijn... dat zou je kunnen doen met Bubblehead. Net zoals hier. Hier zit gegarandeerd een hologramblok tussen. Nou, dan pak je even Bubble. Schiet 1 keer. En je ziet gelijk waar dat, ja, de grond wegzakt. Dat is hier. Spannend. Nou, daar heb je een E-tank, alleen er zitten daar natuurlijk onzichtbare blokken. Ik skip die nou voor even, maar als je die zou willen pakken, weet je wel, dan moet je er gewoon naartoe lopen en dan item 1 gebruiken. Want die heb je verder eigenlijk niet meer nodig hier, vanaf dit punt. Dus, om dingen een beetje af te maken, zou ik hier Woodman's Weapon dan maar even gebruiken. Dat we die nog niet gezien hebben. Ja, we hebben hem wel gezien, maar niet zoveel. Dus. Als je nu nou dood gaat... Nou, ik heb hier niet zoveel over te vertellen meer eigenlijk, dat is jammer hè. Dus ik heb wel even nog een glitchje laten zien. Weet je nog dat glitchje wat ik vertelde in Bubble Man? Weet je wel, dat je dan in één keer door kon schieten en dat stukje kon overslaan. Dat stukje dat werkt ongeveer zoiets als... Ja, even wachten. Werkt ongeveer zo. Voep. Nou, ik denk laat het even zien, waarom ook niet. Nou, in ieder geval, je hebt 4 van die plateau-kamers. Dit is ook kamertje nummer 3 daarvan. Dus, en de meesten die zeggen altijd dat dat heel irritant is. Ik vind het zelf heel erg irritant, omdat je dan elke keer op dat klote plateautje moet wachten. En daar heb ik nooit zin in, weet je wel. Dus, maar ja, hier heb je geen keuze, omdat heel die weg is afgesloten. Dat je echt, zeg maar, via dit ding daar naartoe kan komen. En anders echt helemaal geen ene optie daarvoor hebt. Dus... Maar ja, het vervelende van deze is wel, bij deze, daar heb ik dus zelf heel vaak problemen mee gehad, omdat ik dus absoluut niet wist hoe dat je hier voorbij kon komen. Nou, wat blijkbaar je hier nou moet doen, je moet wachten op het plateau, want anders val je in de spikes, dus lijkt me nogal wieders. En als je dan zeg maar hier bent, dan moet je hier item 2 gebruiken, omdat als je daar bovenop blijft staan, Mega Man is te groot voor die ruimte, dus die wordt er dan gewoon afgeërgd, weet je wel, wordt er dan gewoon vanaf geduwd. Dus. In ieder geval, ga door. Dank je. Over hem kunnen we heen springen. Over deze etterzak niet. Oh. Doe dat schild weg. Dank je. Hij luistert nog ook. En dan komen we dus bij... de gevreesde baas. Deze baas die wij namelijk gaan doen... daar hebben we Crashman's wapen voor nodig. En dit keer zei ik het nog goed ook. Nou, niet op. Kijk maar. Deze baas... Moet je in een exact goede volgorde doen. Doe je dat niet, kun je deze baas niet verslaan. Dat wil ik er even bij zeggen. Dus je ziet hier... Ja, ik hoop dat jullie ze zien. Er zitten hier dus zeg maar verschillende beesten in hoeken. Die schieten balkens op je af. Ja, je krijgt hier heel veel geknippen. Sorry daarvoor. En die kun je dus alleen maar verslaan met Crashman's wapen. Het enigste probleem is... Een schot van een bom van Crashman kost dus 4 streepjes. En je hebt maar exact genoeg om... alles kapot te maken, want je moet namelijk ook nog sommige muurtjes kapot maken. Nou, hebben we hier nog een muur, een beestje? Oh jee, die gaat pijn doen. Ik ga geen E-tank gebruiken, daar heb ik echt geen zin in hoor. Even kijken. Item 3 hebben we nou nodig. Het is maar goed, ik kom toch gevuld hebben. Goed. Hier staan. Nou, zoals je ziet, ik heb nog maar 2 schoten. Oh jee, en ik heb nog maar 2 streepjes. Sterf! Oh, heerlijk geluid. Stereo. Heerlijk. Vet. Ja, ik nam een groot risico hoor om geen E-tank te gebruiken. Maar ik denk, waarom ook niet. Dus. Maar goed, we zitten nou wel op een echte hele volledige aflevering. Dus in de volgende aflevering gaan wij naar bijna al het einde van deze Let's Play.
Ik weet zeker, morgen, ja, vrijdag, het is zo gepland, denk ik, hebben we deze Let's Play alweer uitgespeeld. Dus in ieder geval, deze camera ga ik uitleggen in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!